Dus leven creëren met het doel om daarmee te gaan experimenteren, om erop te gaan oefenen, om het te gaan benutten. En vervolgens ga je het weer vernietigen. Dus leven scheppen om het vervolgens na een paar tussenstappen weer te vernietigen. En we aanvaarden de Bijbel als het gezaghebbende woord van God, hè, over alle terreinen van het leven zogezegd. Ja, dan moeten we nog wel bekennen dat we het vaak nog best heel erg lastig vinden om te kunnen achterhalen. Wat is nou precies de weg en de wil van God? We willen dat jij die beker helemaal leeg drinkt. Niks, geen bespoediging van het levenseinde. Nou, hè, daar voelt wel aan, dat is lastig. En als je dan geen normen buiten jezelf hebt, hoe kom je dan ooit achter wat echt goed is en wat echt barmhartigheid is?